Hey YouTube en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag een video over de Crystal Red garnalen hier achter me in de stelling. 10 maanden geleden kreeg ik namelijk mijn allereerste Crystal Red garnaaltjes. Gratis van Swimpimp Zwolle. 15 stuks waren het. Het waren echt nog heel klein, nog lang niet geslachtsrijp. Maar ik was hem eeuwig dankbaar. Want dit betekende een nieuwe stap in mijn hobby. Namelijk het proberen te kweken met Caradina soorten. Dus op een lagere pH met pH verlagende bodem, osmosewater, etc. En dat is tot nu toe heel erg goed bevallen. Ik heb op dit moment 0 garnalen verkocht tot op heden. Kleine sterfte gehad, zoals je in de video hierboven zal kunnen zien. En nu heb ik alles uit de bak. En laat ik jullie heel graag zien hoeveel garnaaltjes het inmiddels zijn. Dan heb je ongeveer een idee van hoe snel zo'n kolonie kan groeien. Kijk lekker mee. Gaan we. Het water is natuurlijk niet helemaal helder. Mijn excuses daarvoor, want ik heb net flink in de bak zitten vroeten. Maar, zoals jullie kunnen zien, nou, ik heb ze niet geteld, maar ik denk dat er wel 100 zijn. En zo zie je hier op de ramen, daar en daar en daar en daar en daar, allemaal jonge garnalen. Ik heb net de sponsfilters even uitgezet voor het geluid voor de video. Maar hier, ja, je kan het niet zo... Ja, overal jonge garnalen op het glas. Al die kleine stipjes zijn allemaal jonge garnalen. Die komen dus uit het van het sponsfilter, die zaten allemaal opvallend verstopt op het sponsfilter. Prachtig toch? Prachtig. Ik ben er heel gelukkig mee. Het zijn superleuke garnalen. Heel makkelijk te houden eigenlijk. Als je eenmaal overweg bent met osmose en de pH verlagende bodem, is het eigenlijk gewoon net als iedere andere garnaal. En het is toch fantastisch om te zien dat de kolonie het zo goed doet. Wat je daar achterin ziet trouwens hier, dat is een oxidator. Voegt pure zuurstof toe. Heb ik gedaan vanwege het feit dat er sterfte was tijdens de hitte hier. En ik had het vermoeden dat dat met zuurstof te maken had. Heb je ook in mijn video's kunnen zien. Dan moet je kijken hoe klein die garnaaltjes zijn. Hiervoor op de ruit zie je ze. Ik kan niet scherp stellen, maar ter illustratie. En zoals je ziet, heel de wand hier is groen. Net als deze zijwand. Ook helemaal groen. In een garnalenbak is dit ideaal, dit is wat ik wil, want hier kunnen die kleintjes perfect op gaan grazen. Ook de volwassenen overigens, die halen daar allerlei micro-organismes uit. Super blij worden ze daarvan. Dus ga die zijwanden vooral niet schoonmaken. De voorkant, die probeer ik wel een beetje schoon te houden, zodat ik alles nog kan zien. Maar man, moet je kijken wat een prachtige garnaaltjes. Super leuk. Zijn niet altijd helemaal scherp, merk ik. Sorry daarvoor. Maar dat wilde ik jullie heel even laten zien. Deze bak, hoeveel garnalen het zijn. Ik heb ze niet geteld. Wie ze voor me telt, laat hieronder in de comments even weten. Ontzettend bedankt voor het kijken. En laten we het zo doen. Later!